De Gated Trust is eigenlijk een installatie en eigenlijk ook een aanjager van het grotere onderzoek, waarbij mensen op impliciet niveau aangeven hoeveel vertrouwen ze hebben op dat moment in Lowlands. En dat doen ze door ze armen te spreiden. Hoe verder uit elkaar, zoals ik nu doe, eigenlijk hoe kwetsbaarder je opstelt, des te meer vertrouwen. Heb je minder vertrouwen, je wilt jezelf beschermen, ja, dan hou je armen dicht op elkaar en krijg je ook een lagere score. Om het onderzoek ook entertaining te maken, hebben we dus overal op het terrein poortjes neergezet. En dit is de grootste, de Gate of Trust, waar je ook fysiek iets moet doen en met je lichaam uitdrukken hoe groot je vertrouwen is. Lowlands Science is eigenlijk een soort live laboratorium in de stad Lowlands. 70.000 mensen hier ongeveer bij elkaar. En hier kun je onderzoek doen wat je bijna nergens anders zo natuurgetrouw kunt doen. We moesten ons vertrouwen laten zien dat we hebben op Lowlands. Zo moesten we, in mijn geval was het, ik had 5 out of 5. Dit was fantastisch. Ik denk wel dat het belangrijk is om een onderzoek te doen naar vertrouwen. Zeker aangezien er toch wel ook veel wantrouwen is, denk ik. Het is natuurlijk vrij bizar dat er voor een aantal dagen gewoon een totaal dorp hier wordt gebouwd. Nou ja, dan denk ik dat het toch behoorlijk belangrijk is dat als zoveel mensen hier naartoe komen om te feesten, plezier te hebben, maakt uit. Die moeten zich veilig voelen. Nou, ik denk dat het goed is dat het hier wordt gemeten. Wat we hiermee willen onderzoeken is hoe menselijk gedrag eigenlijk werkt. En grote populaties, eigenlijk de mini-samenleving, wat Lowlands eigenlijk is voor 3 dagen. En ja, wat we eigenlijk willen is kijken met die inzichten, zijn die bruikbaar ook buiten het festival, dus buiten die mini-samenleving. We gedragen ons eigenlijk op dezelfde soort manier in de publieke ruimte, denk aan vliegvelden. En kunnen we inzichten hieruit halen en die kunnen wellicht dooronderzoeken op bijvoorbeeld vliegvelden. Nou, we zijn heel blij dat de Nationale Wetenschapsagenda ons de kans heeft geboden om dit onderzoek op te zetten. Want het is eigenlijk anders niet te doen. En ik geloof ook in die samenwerking. Ja, ik noem het maar even de samenwerking tussen kunst, wetenschap, cultuur. Onderzoek is niet meer een los gebiedje waarbij je eigenlijk los staat van de samenleving. Maar eigenlijk moet onderzoek onderdeel zijn van de samenleving. En je moet ook op die manier communiceren.